Zij kwam uit een heel groot en arm gezin, waar bittere armoede heerste. Haar pa sloeg zijn kinderen vank, en haar sloeg hij altijd als eerste. O, haar moeder was prostituee, en soms als ze tijd had ook hoer. Ze hadden geen bed, dus een mos op de grond. En dat was natuurlijk bepaald niet gezond. Zodoende lag moeder al vroeg in het graf. Haar vader sprak dreigend, nou ga je voor geld mee met kerels, fruit erop af. Want de tent moet gewoon blijven draaien. En hoe zij ook smeekte en hoe zij ook bad, ze zou en ze moest van de vader. Dus deze wat hij van haar vroeg. Maar steeds werd ze kwader en kwader. O, haar moeder was prostituee. En nu was ze zelf ook een hoer. Dus toen ze daar lag met een klant op de grond, die iets van der wou wat ze vreselijk vond, toen dacht zij opeens aan haar moeder in het graf en sprak tot zichzelf, meid, daar ga je. En toen beet zij in één keer zijn dinges eraf. Dus hij kon voorgoed niet meer naaien. En dat deze omspres, ja dat deze omspres, omdat ze het niet kende laten. Ze deed het omspres, ja ze deed het omspres, omdat ze die kerel zo had. Ze vluchtte voorgoed weg uit Groot-Amsterdam en vestigde zich in Coevorden. Daar leefde zij met een vriendin, want ze zei, ik ben Liesbeth geworden. Ze bedoelde natuurlijk lesbisch, en dat is altijd nog beter dan hoer. Ze stampte een actiegroep, een wraak uit de grond, waarmee zij de strijd tegen mannen aanbond. Ze stroopte des avonds de parken af en liet zich dan zogenaamd paaien. Soms beet zij wel drie, wat zeg ik, vier geslachtsdelen af. Ja, wat dat betreft was het een taaie. En dat deze omspres, ja dat deze omspres, omdat ze het niet kennen laten. Ze deed het omspres, ja ze deed het omspres, omdat ze die kerel zo haatte. Maar, lieve mensen, het leven is hard en ook zij werd bejaard. Ze kreeg reumatiek in haar handen, maar dat was het ergste niet, oh god mens, nee, want zij verloor ook al haar tanden. Toch ging zij nog vaak naar het park, hoewel ze geen hap meer kon doen. En toen op een nacht viel zij dood op de grond, waar een van haar slachtoffers haar 's morgens vond. En die stond als enige man aan een graf en dacht, goed, ik kan niet meer naaien. Want jij beet destijds mijn jaapie eraf. Maar in jou bijten strakjes de maaien. En dat doen ze omspres, ja dat doen ze omspres, omdat ze het niet kennen laten. Hey, ja la la la, ja la 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 la, ja la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Applaus, applaus, applaus. Geweldig, Bart. Dank je wel. Wat vond je ervan beter? Het was een grof liedje, hè? Ik vond het geweldig. Ja, ik moet erbij zeggen, je staat met... Het was een liedje uit een beetje uit een bordelensfeer. Ik vind dat hoekje wel passen natuurlijk, met al die foute lampjes. Met al die foute lampjes. Ik heb er echt een beetje rode oren van gekregen. En echt waar? Ja, maar ben ik heel netjes, dat weet je, Peter. Nee, dat weet ik. Ben maar, altijd heel netjes thuis. Ik kom oorspronkelijk uit een vrijgemaakt gereformeerd gezin. Dus het was voor mij wel even wennen, Bart. Dat mag je wel weten. Maar... Het was heel leuk. Dit was het voor vanavond. Dit was het, ja. We zijn er hartstikke blij mee dat je in ieder geval ons nog hebt willen verrassen op een paar leuke nummers. Okay. Hoe gaat het met je theatertour trouwens? We zijn druk bezig. Dus dit is gesneden koek eigenlijk. Hè. Dat doe ik zo vaak. Dan schud je gewoon even uit je mouw. Ja, nou goed, dat heb ik wel gestudeerd natuurlijk. Hè. Ja, je zat in oktober in de Blauwe Kei, dat heb ik gezien. Ja, maar ook al. Wanneer treed je weer op hier in de buurt? In de buurt niet. Oh. Het zit allemaal in het noorden van het land. In het noorden van het land, ja. In Friesland en in Groningen en in Schagen, 22 januari. Verstaan ze door deze muziek? Hallo Schagen. Ik vind altijd met die Friese, als ze aan het praten zijn, is net van gewest tot gewest. Dan moet je zonder titelen, hè? Nee, dat zijn hele aardige mensen, Peter. Dat is echt... Dat moet ik nou toch zeggen. Nee, dat is echt waar. Dat zijn hele aardige mensen. Niks. Ja, onze zender reikt niet tot Friesland. Je kunt toch op internet kijken. Ja. Dus Schagen, hier naar Kun. 22 januari.